Ja, Bruno Tobak van de SPA is intussen komen aanschuiven. Dag, meneer Tobak. Goedendag. U zei op het einde van uw betoog, de regering moet de ambities van het parlement waarmaken en doet dat niet of toch te weinig. Maakt dat ook eens hard? Wel, dus ik denk dat dat nogal duidelijk volgt uit het advies dat de adviesraden deze week hebben gepubliceerd en dat zeer, zeer verregaand sterk is. Wat heeft het parlement twee jaar geleden ondertussen gedaan, is een aantal evidente doelstellingen, ambitieuze richtingen aangegeven over hoe we met in Vlaanderen kunnen onze verantwoordelijkheid nemen in zaken klimaatbeleid. Dat zijn inderdaad cijfers van tegen 2030 of tegen 2035. Geen auto's met verbrandingsmotoren meer verkopen, tegen x aantal procent hernieuwbare energie enzovoort. Wat doet de Vlaamse regering nu? Twee jaar later stelt een plan samen tegen 2030, waarin zij grosso modo, maar niet helemaal, toch die ambities overneemt. Maar in die twee jaar heeft de Vlaamse regering blijkbaar geen millimeter vooruitgang geboekt in het hard maken van maatregelen om dat dan ook uit te voeren. Ja, dat advies waar u het over heeft, onder meer van de landbouwsector, van de werkgevers, ook van de milieubeweging. Ja, van iedereen die er wat verstand van heeft, eigenlijk. Maar goed, ik heb de minister wel horen zeggen dat gaat over het plan 2020-2030, dat er tegen eind dit jaar moet zijn voor Europa. Ondertussen hebben wij niet stilgezeten, zegt de minister. Denk aan de verkeersfiscaliteit. Ja. Is dat dan niet overtuigend genoeg? Nee, dus te zeggen, de minister heeft gelijk dat zij niet stilgezeten heeft, en dat heb ik ook bevestigd, er zijn maatregelen genomen. Maar ook de ambities tegen 2020 die we zouden moeten halen, die halen we. En ook dat staat in. Dat is het lopende plan, hè? Ja, die halen we niet. Dus we komen daar niet aan de vooropgestelde lat. We gaan daar onder de lat door. En in een aantal gevallen zelfs vrij flagrant onder de lat door. Ja. Dat is niet hetzelfde als zeggen van er is niks gedaan, maar ze wilden heel duidelijk zeggen van er is A, niet genoeg gedaan. Maar er zit 300 miljoen in dat klimaatfonds, hoor ik de minister zeggen. Wij doen daar nog eens 114,4 miljoen. Ja, maar, bovenop heeft minister Bourgeois ook gezegd, minister-president moet ik zeggen, in zijn septemberverklaring, kan je dan volhouden dat er niks gebeurt? Maar we spreken ondertussen over meer dan 400 miljoen. Maar de discussie gaat niet over of er niks gebeurt. De discussie gaat over of er genoeg gebeurt. En er staan twee dingen nog heel duidelijk in het advies. Ten eerste, als u echt wil de ambities waarmaken, dan gaan er twee dingen gebeuren. Ten eerste, dat gaat een hoop geld kosten. Niet een paar honderd miljoen, maar een paar miljard euro. Mm-hmm. Die er niet zijn, in de verste verte niet. Maar twee, als u ze uitvoert, dan zijn er ook kansen om die investering terug te verdienen. Dat wou ik als je het, als je het een beetje doet, als je het een beetje doet, kom je er nooit. Want dat wou ik net vragen. Als u zegt, er moet meer geld tegenover staan. Deze regering maakt er een erezaak van om een begroting in evenwicht in te dienen. Mm-hmm. Met die 114,4 miljoen erin. Als dat meer moet zijn, dan moet je elders schrappen. Ja. Waar zou je kunnen schrappen dan? Maar laat ons nu een keer klaar en duidelijk zijn. Deze begroting is op die manier niet in evenwicht. Want al de klimaatkosten waar we nu jaar na jaar meer en meer tegenaan lopen, we gaan ieder jaar, tegenwoordig betalen we ieder jaar miljoenen uit het zogenaamde rampenfonds voor de landbouw uit. We zijn miljarden aan het uitgeven aan oeverversterkingen aan de kusten en aan rivieren omwille van de klimaatverandering. Die zijn toch begroot? Dat zijn allemaal dingen, die zijn voor de volgende 10 en 20 jaar ook niet begroot. En je kan die bovendien zelfs niet begroten, want ze gaan groter zijn dan we vandaag kunnen inschatten als we de klimaatverandering niet stoppen. Dus met andere woorden, niet investeren of een beetje investeren gaat ons op termijn nog veel meer kosten. Dat is gelijk een plastieke zeil op uw dak leggen en hopen dat je daarmee goed bent voor 20 jaar. Iedereen weet dat dat niet zo is, hè? Goed, dan kom ik terug tot mijn initiële vraag. Als het meer moet zijn, waar ga je schrappen? Maar je gaat niet moeten schrappen. Je moet gewoon maken dat je de juiste investeringen doet. En je moet ook dit jaar niet schrappen om de investeringen in 2020 en 2030 te betalen. Maar je moet wel becijferen hoeveel het gaat kosten in de komende 10, 15 jaar. En dat gebeurt te weinig vandaag. Dat staat er zelfs helemaal niet in. Dus het gebeurt niet te weinig. Al die adviesraden, dus gaande van de werkgevers, de bedrijven, de industrie, tot de vakbonden, de milieubeweging en de landbouw, zeggen van er staat nul becijfering van hoe je dat gaat doen in dat plan. Ja, er staat nogmaals, niks dat gaat over in dat plan 2020 tot 2030. Maar daar heeft de Vlaamse regering. Maar als u mij toelaat, de Vlaamse regering heeft daar voor de zomer nachtenlang marathonvergadering over gehouden om op dat soort van compromis af te kloppen. Dus dit is het verste mogelijke wat de Vlaamse regering in staat is van onder elkaar overeen te komen. En er staat eigenlijk niks in. Ze moeten het klaar hebben tegen eind dit jaar. Ze heeft nog een paar maanden de tijd. Gelooft u er nog in? Maar als ze voor de zomer na nachtenlange vergaderingen niet verder raakten dan dit, gelooft u dan zelf dat ze tussen nu en de komende vijf maanden in volle verkiezingscampagne nog iets meer gaan doen? Gelooft u dat? Nu, ik ben degene die de vragen stelt en ik hoor de minister onder meer zeggen, wij zijn wel concreet genoeg. Het gaat over mobiliteit, het gaat over gebouwen, het gaat over landbouw. Dat zijn concrete zaken. Niet? Nee, dat zijn grote categorieën. De vraag is, wat ga je in bijvoorbeeld het personenvervoer
vervoer doen? Hoe ga je inderdaad zorgen dat er minder, minder auto's op diesel, maar evengoed ook op benzine komen? Welke investeringen ga je doen om te maken dat mensen bijvoorbeeld gemakkelijker openbaar vervoer kunnen gebruiken? Wat ga je doen met rekeningrijden? Of je daar nu voor of tegen bent? Zeg het dan tenminste. Wat deze regering doet, is we zijn daarvoor, maar de volgenden mogen het uitvoeren. Want ook dat is helemaal niet concreet gemaakt. Dus dit is een regering van vage ambities. Ja. Maar goed, tegen eind dit jaar moet dat plan concreet gemaakt worden. U gaat hen nog een beetje op de hielen zitten? Ja, ik wil zelfs heel graag concrete voorstellen doen. We zullen dat met veel plezier doen als de minister daar ruimte voor geeft. Maar ik vrees eerlijk gezegd dat deze meerderheid daar niet toe in staat is en dat ook niet van plan is. Oké, maar dan wachten we op uw voorstellen. Bedankt voor jouw toelichting. Ja. Beste kijker, blijf nog even bij ons. Straks komt Orie van de Waver aanschuiven van de CD&V. We gaan het hebben over de sociale huisvestingsmaatschappij ABC in Antwerpen.